CNC, goedemorgen. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Ik ben nu onderweg naar de dokter toe. 8:30 heb ik daar een afspraak. Dus dat gaat wel lukken. Perfect op tijd daar te komen. Even snel. Dus check, niks. Nu, vertrekken. Geen oponthoud. Even hier die binnen het hoedertje zetten. Voilà. En go. Q-music staat hierop. Q-music. Ziet dat als om een minuut tijd kunnen vertrekken. En ik ga één ding zeggen. Ja, ik heb slecht geslapen. Ik heb echt zeer slecht weer geslapen. Dus s'avonds als ik dan terug thuis kom, even nog in een snel dutje erbij doen, want om 10:30 heb ik een afspraak bij de kinesist. En dan krijg ik hier nog niet eens direct over. Ja, ja. Het is wel drugsjes op de baan. Niet te zeggen van al te druk. Leuke drukte. Ik ga overal wat moet rondkijken van komt daar geen wagen of zo. Voilà. En daar zit al eentje in mijn kont te peren. Goedemorgen allemaal. Welkom. Ik weet niet wat er vandaag nog allemaal op de planning gaat staan. Dat is sowieso dat ik naar de kinesist ga. Ook. Was er dan ook vandaag geen... wat anders gaat nog in een gesprek. Maar ik weet het niet van wat. Ik weet ook niet meer wanneer dat juist open thuis ging langskomen. Ik moet nog eens kijken op mijn gsm. En dat moet ik straks doen als ik... niet aan het rijden ben. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, want ik heb nog maar 11 minuten. Zo, even gauw nog iemand halen gaan. Ik ben terug van de dokter. Slecht nieuws gekregen, weer al. Die gaan we even afzetten. Dat is ook nog wel een notto daar. Kom aan. Voilà. En nu gewoon even wat doorrijden. Wel op de snelheid inderdaad. Dus ik heb dus slecht nieuws gekregen van de dokter. Dus ik moet op stroomshocktherapie gaan. Waar hoort dat in? Dus dat ik in mijn ruggengraat stroomschokken ga krijgen voor die spier. Dus, en dat gaat heel veel pijn doen vrijdag. Dus wens me maar allemaal goed luck. Want ik kijk er deze keer eens niet naar uit. Echt waar. Het is geen lumbago wat ik heb. Het is iets anders wat ik heb. En dat wordt vrijdag verder onderzocht. Niet bij de kinesist, maar wel bij de ruggenspecialist. Yippie-ki-yay. Het gaat echt leuk zijn. Echt heel leuk. Toppie. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug, hè. Yo. Hey kijkers, ik ben nu aankomen bij mijn kinesist. Juist op tijd. Dus ik ga me ook klaarmaken om naar binnen te gaan. Want ik heb een afspraak om 12:30.
En het is nu 10 uur 28. 10 uur 28. Dus ik heb nog 2 minuten. Oh, maar ik kijk er niet naar uit met die stroomschoktherapie. Maar ja, als het moet, moet het. Alles voor de pijn weg te doen. Alles voor uw rug. De serie van uw rug weg te krijgen. Ja, mijn ziekes voor dat te verbeteren. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug naar de kine. Yo, 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 yo. Zo, mensen, dankjewel. Zo, mensen, gaan we eens richting mijn ouders voor mijn eten gaan te halen. Spaghetti, spaghetti. Maar daar bestaat ook wel een liedje van. Daar bestaat ook een Samson & Gert liedje van. Gaan we die zingen? Nee, we gaan die niet zingen. We gaan die niet zingen. Die heb ik pas gezongen. Dat is een leuk liedje. Ik weet het. Yep. Allee. Ja, voilà. Ik ben al vertrek is klaar. Ja, ey, ik kan er niks aan doen met mijn rugzak vast zat, hè. Nee, hè. Oh my god. Zit als je een wolken dat daar geen rachten zijn. Oh, oh. Heel schoenen. De storm is op komst. De storm is op komst. De storm is op komst. Even kijken als ik achteruit rijd. Niemand daar? Nee. Mijn ruitwisser ga ik ook uitzetten. Voilà, want het is niet aan het regenen, mensen. Het is echt niet aan het regenen. Daar moet ik ook mijn ruitwissers niet aanzetten. En je betrekt al wanneer ik mijn goud onlog niet aan heb. Oei. Ja, oei. Gelukkig was ik nog op nu goed aan met de goal. Amai, allebei tegelijk. Ik heb geen zin in een sabbat. Oei, ja. Dat is Anja. Ja, mijn geweldige onderbuurvrouwke. Tegenwoordig is ze lief geworden. Mag ook gezegd worden. Want in de beginjaren zaten we zo wat in de clinch, maar nu, de laatste tijd, gaat het wel heel goed tussen ons. Oh, ben ik wel blij om. Nu is het al 1 na 4. Wat gaan we dan ze bieden ook nog doen na mijn ouders? De hok verversen. En dan een privégesprek. Voilà. En ik ben zo naar de wolken gepassioneerd en al. Hoe dik dat die zijn. Maar gaat er redelijk veel gaan uitvallen, denk ik. Wat denk jij, schatie? Oké, joh. Allee mensen, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks kus terug. Yo, 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 Jimmy. Ik had er eens koezing in om een zottes te doen. Ja, maar je zit. Voilà. Salut kus, tot ziens allemaal. Yo, yo, yo. Hallo kijkers. Jawel, hier ik nogmaals voor de korte vlog voor vandaag. We hebben niet veel gedaan. Vandaag ben ik naar de kinesist geweest, naar de dokter geweest. Dus het slechte nieuws ontvangen. Oh. Ik ben blij dat de dag erop zit. Ik zit te kaperen van de pijn. Pijn is aan het toe terug aan het nemen, ik zal het zo zeggen. Het weer. Jeen. Pas op, het stormt op jullie dag. Ja, ik moet ook heel eerlijk toegeven, ik ben echt stiekem kapot, moe.
om in het privégesprek bij samen met Bea en dan nog iemand, viel er bijna continu in slaap. Dat is toch eigenlijk niet de bedoeling, hè mensen? Dat is toch eigenlijk niet de bedoeling dat ik in slaap val. Oh. Mannetjes. En dan is het nog eens een keer aan het regenen. Net over hoe jij je eigen gemeente noemt. Ah, ja. Kian die is van Gelrode, daar woon ik vlakbij. Die zeggen inderdaad, schrijft Kian hier allemaal Gelrode. Gelrode. Ja, mensen, over het algemeen je eigen gemeente heel lui uit. Dus Boerte Christophe zegt in Hoelen. Allee, ik ga jullie allemaal laten. Tot straks allemaal. Jojojo. Zo. Ik ben ook naar Tom de Kok aan het kijken. Club de Kok. Terwijl ben ik mijn luchtmatras terug af het laten. We hebben hier naar familie gekeken, ik en mijn schatje. Dus ja. En nu staat dus ook Q-Music op de achtergrond. Ik ben hier al wat op aan het ruimen. Ik ga hier nog één nachtje overnachten. Ik ga hier ook al één ding, een en ander ook al klaarzetten, wat opruimen. Dat er ook al een doos vrij is voor de bekabelingen, noem maar op. Dat ik zeker tijdig en al alles bij heb. Hè. Voor, jawel, het is op mijn beeldscherm ook al gekomen. Xlan 2.21. Dit heeft ook gevolgen met de vlog. Dit betekent dat ik niet ga vloggen op vrijdag, zaterdag en zondag. Ik ga heel veel livestreamen. Maar ik ga wel proberen. Ik ga gewoon proberen een vlog wel in elkaar te steken. Hoe of wat, moet ik nog bezien. Dan weten jullie dat. Ik ga hier nu even de luchtmatras oprollen. Ik weet niet of jullie dat zo goed kunnen zien. Valessa. Nu moet daar weer al wat het lucht eruit. Zakjes lekker door, zakjes lekker door, ole ole, zakjes lekker door, zakjes lekker door, zakjes lekker door, ole 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 ole. Santé ole 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 ole. Santé ole ole. Allee, de volgende. Mooi. Nu zit dat motorkit ook helemaal onderkant. Weet je wat ik ook nog eens ga proberen, mensen? Weet je wat ik ook nog eens ga proberen? Zeg proberen, hè. Om bij Club de Kok nog eens binnen te geraken. Voor bijvoorbeeld een leuke vlog daar ook eens te kunnen opnemen. Kijken hoe hun te werk gaan. Of misschien ook zo hoe ze hun programma voorbereiden. Het is hier bijna opgeruimd. Nu nog de allerlaatste lucht eruit laten. Dat duurt altijd zo lang, hè. Nu staat nog zo wat vacuüm aan het trekken. De laatste luchtjes eruit. Hell yeah. Voilà, ça. En nu nog wegleggen. Want die luchtmatras die gaat niet mee. Ik
kan hij wat nog altijd zou komen halen. Als noodoplossing. Omwille van deze gaming evenement. Is per geluk niet zo ver van bij mijn thuis af. Dat mag er ook wel eens zijn, hè? Een LAN-party heel dicht bij mijn thuis. En ik ga je één ding zeggen. Ik heb al wat opzoekingswerk gedaan van de Q-Music Het Geluid. Want die is redelijk veel geld waard. Dus ik ben nu aan het kijken. Het is nu 19:45 en het staat momenteel op 17.900 euro. Dat het geluid nu waard is. En als ik kijk. Wacht hè. Ik heb één woordje ingegeven. Wat kan zijn. En ik zeg het u. Daar staat niks niet in de lijst. Dus ik heb nog kans. Om die massa's geldbedrag te winnen. Bij Q-Music. Want ik probeer wel daar eens een keer mee aan te melden. Als zeggen van nu je aanmelden. Dus het geluid is momenteel 17.900 euro waard. Dat is wel veel geld. Wat zal ik daarmee doen als ik win? Wel, dan wil ik wel een gedeelte daarvan gebruiken ook voor Psycho TV. Dan wil ik wel, zoals echt met de admins dan rond de tafel gaan zitten, misschien voor een kleine studio kunnen gaan te huren. Dat we dan daar bijvoorbeeld leuke opnames en al kunnen doen. Bijvoorbeeld. Dus, maar mijn woord is momenteel niet gezegd geweest op Q-Music. Wat woord is, ik hou het in het midden. Nee, jullie moeten het ook niet proberen uit te pulken, uit te peuteren, noem maar op. Dat zal jullie toch niet lukken. Nee, dat zal jullie niet lukken. Nee. Want ik ga dat toch niet lossen. Bij deze, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Of totaal iets anders er gebeurt op mijn YouTube kanaal. Dus bij deze, tingelingeling, 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 tingelingeling. Dus druk op het belletje. Voor de rest ga ik dit zeggen. Yo, 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 yo.